Hoi! Vandaag heb ik voor jullie de Most Worn Things tag. Het is met een hele mond vol, maar het is een tag die vraag stelt over items die je op dit moment het meeste draagt. En ik zag hem onder andere bij Jamie en bij nog een aantal andere bloggers. En vandaag doe ik hem dus. En we gaan gelijk beginnen. Ik heb hier even op mijn telefoon alle items staan. En de eerste vraag is wel grappig. Wat is je meest gedragen nagellak? Ja, eigenlijk geen, als dat ook een antwoord mag zijn. Toevallig heb ik vandaag eentje op van Sally Hansen, een groene, ik weet niet hoe die heet. Maar eigenlijk heb ik vaker geen dan wel nagellak op. Dus wat ik gewoon meestal doe is blote nagels. En ik heb dus echt geen meest gedragen nagellakje. Misschien moet ik zeggen blanke nagellak om mijn eigen nagel een beetje mooier te maken. Bad beauty blogger. Tweede vraag, haarproduct. Dat is voor mij op dit moment de BioSilk Silk Therapy Serum. Ja, ik ben zo dol op dit product, hè. Oh, je haar gaat hier zo lekker van ruiken. Het wordt hier lekker zacht en glanzend van. Dus dit doe ik altijd in mijn haar. Wanneer ik het gefeund heb, dan is dit standaard en dit mag niet missen. Derde item is de tas. Ik was een beetje aan het twijfelen tussen mijn Alexa Mulberry en mijn Mulberry Willow. Dus de gele en de bruine. Maar ik ga uiteindelijk toch voor de bruine Alexa. Omdat hij gewoon bij alles past. En ik heb hem de laatste tijd zoveel gebruikt. En ik ben hier zo ontzettend blij mee. Er kan veel in. Hij kan dicht. Dat is praktisch bij Nederlands weer. En ja, dit is gewoon echt een van mijn fijnste tassen. Dus deze heb ik heel veel gedragen de laatste tijd. Met een Alexaatje. Schoenen is de volgende. Nou, schoenen. Ja, ik heb... Oké, het wordt een hele flauwe dit. Ik heb heel veel mooie schoenen. Maar de laatste tijd draag ik toch echt het meest deze Nike's. Die ik in New York heb gekocht met Martine. Omdat, ja, ik werk eigenlijk hele dagen thuis. En dan laat ik Saar per dag een paar keer uit. Ja, dan trek ik gewoon deze schoenen aan. Ik vind ze eigenlijk best heel erg leuk staan. Over een spijkerbroek of zo. En ze zijn makkelijk, comfortabel. Dus als het gaat om wat ik het meest heb gedragen de laatste tijd, dan zijn het deze. Ja, kan er niks anders van maken. Nummer 5 gaat over ringen. Ja, sinds ik getrouwd ben heb ik natuurlijk een trouwring om. Dus die draag ik altijd. Die gaat nooit af. En voor mijn verjaardag heb ik van Dure een gouden ring gekregen. Met een heel klein nep diamantje. Of echt, weet ik niet eens wat die is. Maakt niet uit. Diamantje erin. En die twee ringen draag ik het meest. Als ik heel veel sieraden aan mijn linkerpols heb. Dan draag ik deze ring aan ook de hand van mijn trouwring. Aan dezelfde vinger. Maar meestal draag ik ze zeg maar elk aan één ringvinger. En ik heb ook mooie statementringen, maar die draag ik niet zo heel erg veel meer eigenlijk sinds ik een trouwring heb. Dus, nou ja, dit zijn mijn meest gedragen ringen. Dan door met de kleding. Je moest één item eigenlijk kiezen, maar ik smokkel een beetje. Ik doe broek en shirt. Allereerst de shirt is dit t-shirt van de Vanilla. Het is een zacht roze en het is een soort zijdeachtige stof. En dit zijn zulke fijne shirts. En Martine en ik hebben ze allebei in verschillende kleuren. Enige nadeel is dat ze snel kreuken. Dus dat je ze even snel moet strijken voordat je ze aantrekt. Maar dit zijn echt hele fijne shirts met een mooi lang mouwtje en ze flatteren iedereen. Dus dit is wel een van mijn meest gedragen t-shirts op dit moment. En de broek is deze Zara jeans. Ik kocht hem voor 40 euro en ik heb hem echt al een heleboel gedragen. Dus ja, ik ben hier heel erg blij mee. Basic en staat, ja, is niet te donker voor in het voorjaar en de zomer. Dus daarom vind ik hem wel leuk. De volgende vraag is, wat is je meest gedragen blush van dit moment? Ik geef jullie even de tijd om te raden wat het is. Inderdaad, het is MAC Stereo Rose. Hoe kon het ook anders? Ik ben zo blij met deze kleur nog steeds. We hebben hem nu misschien een paar maanden al. Ja, dat denk ik wel. En ik gebruik hem bijna iedere dag. Het is zo'n mooie kleur, jongens. En dan de lipstick kunnen jullie vast ook raden. Daar ga ik niet te langdradig over doen. Dat is Please Me van MAC. Deze vriend hier. Dit is gewoon de meest basic, zachte, liefelijke roze. Staat bij alle kleuren. Dus ja, dit is hem toch echt hoor. En dan de laatste is de mascara. Kunnen jullie ook raden? Ja, deze laatste drie items zijn een beetje saai. Dat is de Chanel Le Volume, de Chanel mascara. Omdat het de beste is. En dit was het dan. Mijn Most Worn Things tag. Ja, dat was hem. En ja, laat even het lijstje met jouw antwoorden hieronder achter. Of neem hem over op je eigen blog. Bedankt voor het kijken. Laat even weten of Martine deze misschien moet doen. En dan tot de volgende keer. En vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Doei!